In deze les laat ik jullie zien hoe dat je van een foto een artwork kunt maken en dat doen we in Photoshop Elements. Als eerste heb ik een foto geopend in de expertmodus van Photoshop Elements. Ik zie hier mijn achtergrondlaag staan en als eerste maak ik een kopielaag door Ctrl plus J te toetsen. Ik ga nu bovenin in het menu naar Filter en ik kies Pixel en dan aan de rechterkant Mezzotint. Bij Typen hier onderin klik ik op het pijltje en kies ik Normale vegen en ik klik OK. Ik ga nu opnieuw naar Filter en nu kies ik het filter Vervagen en aan de rechterkant Radiaal vaag. Ik zet de hoeveelheid op 100 en bij Methode klik ik Zoomen. Daarna klik ik op OK. Deze stap ga ik nog twee keer herhalen. Ik ga dus naar Filter, ik kies Vervagen, Radiaal vaag. Je ziet, hij heeft de instellingen van zojuist onthouden en ik klik op OK. En ik herhaal deze stap nog een keer. Filter, Vervagen, Radiaal vaag en ik klik OK. Ik maak nu een nieuwe kopielaag door Ctrl plus J te toetsen. Ik ga opnieuw naar Filter en ik kies nu Vervormen en ik kies Kronkel. Ik zet de hoek op 100 en ik klik OK. In het lagenvenster zet ik nu de overvloeimodus van deze laag van normaal op lichter. En ik ga ook deze stap nog een keer herhalen. Ik ga naar Filter, Vervormen, ik kies Kronkel. Ook nu heeft hij de laatste instelling onthouden en ik klik op OK. Ik ga nu in het lagenvenster naar de aanpassingslagen en daar kies ik voor fotofilter. Ik kies hier voor een koelfilter en met de schuif kan ik hem nog wat aanpassen. Als ik tevreden ben, dan klik ik hier rechtsboven op het kruisje om het pop-up venster te sluiten. Ik klik nu in het lagenvenster op de onderste laag. Ik houd mijn Shift-toets ingedrukt en ik klik op de bovenste laag. Je ziet dat door middel van de Shift-toets ingedrukt te houden, alle tussenliggende lagen geselecteerd worden. Ik klik nu op mijn rechtermuisknop en ik kies één laag maken. Nu ga ik aan de linkerkant naar het verloopgereedschap. Als ik hierop klik, komen onderin de opties voor dit gereedschap tevoorschijn. Ik zorg dat mijn verloop staat op van voorgrond naar achtergrond. Ik zet mijn modus op bedekken. Ik zet de dekking op 50%. En ik klik hieronder alle vakjes aan. Dus omkeren, transparantie en dittering vink ik aan.
Bij deze verloopopties kies ik voor het tweede verloop, het radiaal verloop. En ik trek nu een lijn in mijn foto door mijn linkermuisknop ingedrukt te houden. Nu kan ik mijn foto opslaan. Ik ben benieuwd naar jullie resultaten. Dus als je die wil laten zien, zet ze dan in de Fotoclub Community.